Nou, dit vind ik wel echt vet hoor. Ik heb een keer een katvoer gegeten. Wat? Goedemorgen, maandag, nieuw rond, nieuwe kansen. En je zou denken, god, die is wat zie je er slecht uit. Maar, ik voel me nog slechter. Er zit ook echt gewoon een puist hier. Oh. Maar goed, de vakanties zijn weer voorbij. Dus deze dame die moet weer naar school. Hé, hey, daar heeft ze wel zin in, toch? Ja. Ja, ze is super vrolijk. Dus ik ben even broodjes aan het smeren. En alles. Ik heb Jax net borstvoeding gegeven. Dus ik hoop dat hij even voldaan is. En dan ga ik jou naar school brengen. Op de fiets. Papa. En dan ga ik waarschijnlijk weer instorten. Want Jax had vannacht om 2 uur. Echt een mega huilbui. Ik weet niet wat er was, maar wat erg. Ga verder. Good morning allemaal. Zo. Jax heeft even lekker geslapen in zijn eigen bedje, boven. Ja! Wat een knappe jongen, hè? We zijn vandaag weer goed bezig begonnen met Jax zijn ritme. Rust en regelmaat. Je kent het wel. Dat is het allerbeste voor baby's. Beetje onhandig, zoals ik hem vast heb. Even gaan zitten. Hij mag nu ook weer drinken, hè? Dus we lopen lekker op schema voor vandaag. Ja, een baby van 6 weken in een ritme zetten. Ik weet niet of andere mensen daar ook al interesse in hebben. Of misschien wel tips of toevoegingen. Maar ik ben zo'n controlfreak dat ik dus alles al heb uitgeschreven. En mocht je het leuk vinden om te zien, dit is het ritme wat ik probeer aan te houden met Jax. Zo, nou, deze control freak die heeft het even helemaal uitgeschreven. Het is niet heel erg precies zoals het hier staat hoor. Het komt er in ieder geval op neer dat ik om de 3 uur ga voeden. En dan wel een beetje flexibel. En dan altijd na het voeden even spelen, zitten, beneden zijn, luier verschonen. En dan weer slapen. En dan vooral in de ochtend wil ik hem echt in zijn eigen bedje laten slapen. Zodat hij gewoon ja, een beetje wendt aan in zijn eigen kamertje slapen. En dan kunnen we dit komende maand of zo kunnen we dit een beetje aan blijven houden. En ja, wie weet kan hij dan volgende maand misschien wel in zijn eigen kamertje gaan slapen. Maar dat zien we dan allemaal wel weer. Dit is in ieder geval een beetje het schema tot nu toe. Achoo. Oh, gezondheid. Gezondheid, meneer. Mwah. Hij wordt ook steeds vrolijker, hè? En vandaag is something happening. Ja, ja, ik ga voor het eerst de deur uit met een vriendin. Ik ga stappen. Ik ga helemaal los. Nee, ik ga alleen naar de bios. Feel Pretty, heet die zo, die film? Ik was eigenlijk het verkeerd zeg. Ik kom er zo nog wel op terug. Maar in ieder geval wel een film die ik al heel lang wil zien. Want het gaat erover dat alles vanuit het zelfvertrouwen komt. En daar ben ik ook heel erg voor. Ik vind dat hoe knap je bent, hoe mooi je bent, hoe leuk je bent, allemaal heel erg veel te maken heeft met wat je uitstraalt. Dus ik denk dat deze film heel erg past bij wat ik vind. En heel erg leuk is en hilarisch is en grappig en het wordt. Dus ik heb super veel zin in. Ik zit nog wel een beetje te rekenen met de voedingen. Want ik wil dus eigenlijk voeding geven, naar de bios gaan, terugkomen en meteen weer voeding geven. Maar dan zag ik net dat die tot 10:30 duurt. En normaal geef ik dus om 10:00 al borstvoeding. Dus het wordt wel even een beetje, misschien voor Bart even een beetje hem stilhouden. We gaan zien hoe het gaat. So guys, ik heb weer een nieuwe HelloFresh box binnengekregen. Daar heb ik weer een samenwerking mee. En ik zal eens even laten zien wat ik allemaal heb besteld. Heb uitgekozen dit keer. Wow, looking good. Nou, heel veel groen, heel veel gezond. Super lekker. Ik ga hier de komende dagen weer mee koken. Dit zijn de receptkaarten. Ik heb dit keer de orzo met spinazie en cherry tomaten. Kokosrijst met pindasaus en gesmoorde groenten. En de romige fettuccine met broccoli. Ik ben altijd heel slecht hoor in dingen uitspreken. Maar het ziet er heerlijk uit. Allemaal vegie, vega. Lekker natafelen. Leuk. En het opbergen vind ik ook altijd heel erg handig van die HelloFresh boxen. Want het zit dus in een soort bakjes. Oh nee, het zit nu in een soort zakjes. Oh, maar dat maakt helemaal niks uit. Want het principe is hetzelfde. Het lijkt wel alsof het veel meer is. Het is echt lekker veel. Dus, kijk, je zet het zo bij elkaar in de koelkast. En wanneer je het dan gaat maken, dan pak je het heel makkelijk allemaal zo eruit.
Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga weg. En nou ja, ik vind het wel heel erg gek om mijn kleine mannetje, mijn liefje, 3 uurtjes alleen te laten. Alleen? Ik bedoel, zonder mij bedoel ik. Jola moet al lang naar bed. Zeg er wat van, schat. Het is 7:30 al geweest. Je moet naar bed, joh. We zijn te veel gewend aan die vakantietijd. Nee, het komt omdat het ook mooi weer is. Het is heel lastig met dit weer. Nee, 7:30, joh. Wat kun je alles afsluiten in mijn map doen? Oh. Kijk eens. Kirsten kan hier any moment zijn en dan ga ik. Dikke kus van mama nog. Zo, word ik even in stijl opgehaald. En dat wel in een Porsche. Een soort Jeep Porsche. Ik zei net al tegen Kirsten, ik zou hier niet eens in durven rijden. Of nee, parkeren vooral. Goedemorgen zeg. Ik zal hem zo heel even van de buitenkant een heel klein stukje laten zien dat jullie weten welke het is. Het is niet normaal. Is deze van Niels? Ja. Ja, van haar vriend. Oeh. Wat een bak. Heel vet. I feel pretty. Do you feel pretty, Chris? Is zo? Ja. Feel pretty. Altijd. Ja. Yeah. De deluxe. De deluxe stoelen. Dames en heren, ik presenteer de deluxe stoel. Wow. Hier kan je dus helemaal... Nou, dit vind ik wel echt vet hoor. Ik dacht eerst van, nou, je hebt alleen een plankje. Maar je kan dus echt helemaal liggen. Maar dan val ik echt in slaap. Ja. Kijk eens hoe ik ze aantref. Mijn lieve schatjes. Hé? Ja, hij zal wel heel erg dorst hebben. Ik wil ook nog heel even vertellen dat het dus echt een super vette film was. Heel erg leuk, maar ook echt heel goed moraal van het verhaal. Zoals ik al vertelde, I feel pretty. Ja, het is gewoon echt zoals het is, weet je wel. Het is gewoon echt... Oké, sommige stukjes zijn wel een beetje over de top. Een beetje erg veel zelfvertrouwen tegen het kapsones aan. Maar het is wel gewoon zo. Als je veel zelfvertrouwen hebt, dan straal je dat uit. En dan krijg je veel meer voor elkaar. En dan als je jezelf mooi vindt, dan vinden andere mensen jou ook mooier. Omdat je dat uitstraalt. En uitstraling is heel belangrijk. En vrolijk zijn en leuk zijn. En eigenlijk veel belangrijker nog dan het perfecte plaatje. Dus ik heb maar meteen een hele zak M&M's weggewerkt. Yes! Dat maakt allemaal niet meer uit. Hè? Het gaat om het zelfvertrouwen. Niet dat ik hem op heb gekregen. Dus ik heb hier de rest nog. Op. Sorry hoor. Dat heb ik wel verdiend, dacht ik zo. Nee, maar schat, gaat toch allemaal om hoe je voelt. Als ik een top 5 ging maken, en die ga ik ook zeker nog maken. Ik denk dat ik een top 10 ga maken van allerhandigste babyproducten ooit. Maar ik wil even nog iets meer babyervaring opdoen voordat ik echt helemaal zo'n video ga maken daarover. Maar deze komt zeker in de top 5. Ik kan hier echt niet zonder hoor, in die eerste weken. Ik snap natuurlijk ook wel dat op een gegeven moment is het natuurlijk veel beter als hij echt veel regelmatiger in zijn bedje gaat. Hij is net een tijdje in zijn bedje geweest. Hij bleef maar huilen. En dan kom ik beneden en dan kan ik toch mijn dingetjes doen. Omdat hij dan hierin gewoon 90% van de tijd stil is. Zo lekker jongens. Misschien dat anderen ook wel goed werken. Maar ik heb wel gehoord van een vriendin dat deze draai beter is dan dit. Voor het babytje. Dus is ook wel goed om over na te denken. Dus dat. En dan gaan we verder met de dag. En ik weet nog niet precies wat die brengen gaat. Dus ik kan geen planning met jullie doornemen. Maar... Hey, blijf kijken en je zult het zien. Zo, daar ben ik weer. As we speak is Jax in zijn eigen kamertje in slaap gevallen. Maar het heeft me wel 3 kwartier gekost vandaag. Ik heb echt 3 kwartier heen en weer gewaggeld. Tussen kantoor en slaapkamer van Jax. Elke keer eventjes gepakt. Wegen, wiegen, 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 wiegen. Terugleggen. Weer terug naar kantoor. Weer na 5 minuten weer gepakt. Wiegen, wiegen, wiegen. En dan 3 kwartier later valt hij in slaap. En hij slaapt nu ook al ongeveer 3 kwartier. Dus yes. Mission completed. Ik word echt de hele tijd door anoniem gebeld. Zo vervelend. Hoi Medisna. En dan wordt ze opgehangen. Zo vervelend jongens. Ik neem ook gewoon niet meer op als het anoniem is. En dan weet je nu waarom. Omdat er gewoon niks wordt gezegd. Maar goed. Wat was ik aan het vertellen? Gisteravond zat ik dus in de bios. En toen
dacht ik mezelf nogal te ruiken. Oh, die had even nog een nieuw shirtje aangedaan. Op een gegeven moment kwam er echt van die zure melklucht omhoog. Wat is dat toch een nadeel van die borstvoeding geven? Dan, nou ja, trouwens, volgens mij heb je dat met flesvoeding ook wel dan toch? Dat je babytje vaak wat teruggeeft? Of komt dat omdat Jax natuurlijk borstvoeding krijgt en dan weet je niet hoeveel hij binnenkrijgt? En heel vaak drinkt hij dan natuurlijk gewoon te veel. En omdat hij dan te veel drinkt, komt er gewoon altijd een soort van slok terug als ik hem optil. Dat zou ook kunnen. I don't know. Ik weet het niet. Misschien iets wat jullie wel weten. Jij mag het eten uitzoeken voor vandaag. Kokosrijst met pindasaus en gesmoorde groenten met spiegelei en geroosterde pindas. Mmm. Ik ga eindelijk weer turnen. Na die pijnlijke voeding. De enkelband. Maar gelukkig niet gekneusd. Dat was nog langer aan het duren. Ja. Dus je bent er weer helemaal klaar voor, hè? Ja. Back home, Yola op turnen. En ga ik deze maken vandaag. Omdat Yola die zo graag wil. Volgens mij heb ik deze al eens een keer eerder gemaakt. Hij is heel erg lekker. Dus ik heb er heel veel zin in. Trouwens, wat HelloFresh betreft, 25 euro korting kan je weer krijgen met de code DISNA25. Ik zet ook nog eventjes in de beschrijving hieronder de link waar je op kunt klikken. En dan kun je de kortingscode invullen. Je krijgt hem trouwens ook thuisbezorgd op het moment dat je zelf hebt uitgekozen. Heel erg handig vind ik dat zelf. En het kost geen extra geld. Je kunt het altijd weer stopzetten als je wilt. Goed te doen dus, om gewoon echt met meerdere mensen van te eten. Ik kan me voorstellen dat veel mensen het alleen zeg maar doen voor wanneer ze met z'n tweeën zijn of zo. Maar het kan dus ook echt heel goed voor een heel gezin. Ja, en het scheelt je dus ook heel vaak allerlei ingrediënten kopen. Want vaak als je natuurlijk bijvoorbeeld kruiden nodig hebt of zo voor een leuk receptje wat je wilt maken, dan hou je altijd wat over. En dat vind ik zelf dan best wel jammer dat je, ja, dat je dan een heel potje bijvoorbeeld moet kopen. En dat vind ik wel heel handig aan HelloFresh, dat je dus allerlei klein verpakkingen dan hebt van precies wat je nodig hebt. Dus je hebt niet dat je hele grote verpakkingen van dingen moet kopen als je iets maar één keer wilt maken. Family moment, vraagjes. Ja, nou. Vind Yola altijd leuk, toch joh? Ja. Stel een chef. Wie is de beste chef aan tafel en wie moet nog even oefenen? Beste chef? Dat ben ik. Voor mij is mama. Wat is het gekste dat jij ooit hebt gegeten? Nee, ik heb niet zo heel veel gekke dingen meer gegeten. Ik ben altijd heel erg... Het was een boonie fan. Ik heb een keer een kattenvoer gegeten. Wat? Kattenvoer? Oh ja, met Laura heb je dat gedaan, hè? Ja, gewoon een paar brokjes. Maar dat het ook echt wat het natte voer was. Kan je me niet voorstellen. Maar... Weet je dat niet meer? Ja, right. Ja dus. Eerst de mama. Leeg. Ik word leeg. Was lekker. Ja, een dikke duim omhoog voor HelloFresh. Wat? Dat was geslaagd. Deze video was ook in samenwerking gemaakt met HelloFresh. Maar ik ben wel echt van mening dat dit echt top is. Je kunt het ook stopzetten op elk moment. Je zit nergens aan vast. Je hoeft niet een minimaal aantal boxen af te nemen. En je kunt elke week kiezen uit 12 recepten. Dus echt toppie. Yeah. Yeah. Ik moet weer naar hem toe. Sorry. We zijn even onderuit gezakt. Kijk nou, mijn lieve ventje. Hè? Ik ga Yola naar bed brengen en lekker chillen met dit ventje. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie woensdag weer in een nieuwe vlog. Of video. Of opruimvideo. Of opruimvlog. In ieder geval zoiets weer, denk ik. Nou ja, je zal het woensdag wel zien. Ik weet ook nog niet precies wat ik ga opnemen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Niet vergeten te abonneren, dat is helemaal gratis. En super cool als je het doet. Doei doei! Rock that joint.